Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een nieuwe Pokémon Go video waarbij ik het ga hebben over de drie legendarische vogels, namelijk Moltres, Articuno en Zapdos. Ze zijn een soort van gevonden. Het is niet helemaal duidelijk of het een compleet fake video is of dat iemand heel erg slim is geweest en modellen heeft weten veranderen op de Pokémon Go app, maar ik verwacht het niet. Aan deze kant zie jij momenteel van alles. Je ziet de statistieken van Articuno, Zapdos en Moltres en ik laat het gewoon even lekker afspelen zodat je het verder af kan kijken en ook iemand die daadwerkelijk een Articuno heeft. Er zijn nu meerdere gyms gesignaleerd met een Articuno erop en dat betekent waarschijnlijk dat Niantic, voordat ze dus generatie 2 gaan doen, Totodile en weet ik wat allemaal, en Cyndaquil, geweldige naam, dat ze dus legendarische vogels, misschien zelfs een Mew of een Mewtwo, al vrij gaan geven op waarschijnlijk wat uniekere plekken. Eén van de vogels schijnt gevangen te zijn door iemand op de Tower Bridge. Er zijn er 2 of 3 weggegeven op een event en het blijkt dat op Gamescom in Duitsland, en dat is niet om jullie er allemaal heen te krijgen of zo, dat daar ook een zeldzame Pokémon gaat komen. Ik verwacht daar geen legendarische Pokémon, maar misschien iets als een Ditto. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Laten we dan gelijk eventjes beginnen met de belangrijkste vraag. Ga jij als bepaald team, Team Mystic bijvoorbeeld, ga je dan alleen maar Articuno kunnen krijgen? Ga je als team, hoe heet ze ook weer? Instinct, dat was hem. Alleen maar Zapdos krijgen en ik als rode represent van Valor natuurlijk, alleen maar Moltres. Ga je dat lokken? Is het gelokt? Nou, als je uiteindelijk kan ruilen, dan maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Maar ik denk eerlijk gezegd niet. Ze hebben een aantal Pokémon op Regions gelokt. Maar ik denk, zeker met ervan uitgaan dat je ooit een keer van team zou kunnen wisselen, dat ze het niet zo ver zullen doen dat jij bepaalde Pokémon niet kan vinden als jij een bepaald team bent. Het zou heel raar zijn. Het zou ook niet helemaal bij de game passen. Wat wel mogelijk is natuurlijk dat als jij Team Instinct bent, dat jij een Zapdos 80% van de keer vangt. Tegenkomt bedoel ik, als je er eentje tegenkomt. En Articuno en een Moltres misschien minder vaak. Het zou best kunnen. Alleen, ik denk niet dat het een uniek dingetje is. Laat maar even weten wat jullie ervan vinden. En ook wel eens even leuk, als het wel zo is, heb je dan voor het goede team gekozen? Eerlijk gezegd is Articuno natuurlijk een van de allercoolste. Moltres is bij een gebrek aan een, misschien op een Charizard na, een goed vuurtype misschien de makkelijkste om te hebben. Maar Zapdos is de sterkste van de drie. Dat was tenminste altijd zo in de Pokémon-serie en in de meeste van de Pokémon-games. In ieder geval de competitieve games en ook in Pokémon Red en Blue. En daar heb ik het over. In deze game weten we natuurlijk nog niet, omdat we de vogels nog niet tegen elkaar hebben laten vechten. En dat ze natuurlijk ook een heel ander CP zouden kunnen hebben. Maar het is wel een interessant iets om over na te denken. Ook misschien, en er wordt over opgeofferd, geopperd door heel veel mensen op Reddit. En dat is een soort internetforum voor mensen die het allemaal wel weten. Is dat er andere soort eieren gaan komen. Een soort legendary eieren. Als je die hebt, die moet je dan echt 20 of 50 kilometer uitlopen. En die zien er ook anders uit. En daar kan dan iets in zitten, zoals een Ditto of een Articuno of misschien een Mewtwo. Klinkt leuk. Punt is, kun je alleen introduceren zodra de cheaters weg zijn. Want ik wil best even 75 kilometer gaan wandelen. Want nee, het is niet precies bij mij het aantal kilometers. Dat is hartstikke gebukt. Om een legendary te krijgen. Lijkt me super cool. Want andere eieren gaan natuurlijk ook heel erg snel dan. Punt is wel, zou het zo doorgaan op die manier? Zou alles limited zijn? Want je moet een super speciaal ei vinden. Of je moet op een bepaald event zijn. En misschien nog wel erger, je zal nooit alle 150 Pokémon kunnen krijgen omdat je bij een bepaald team zit. Ik zou dat heel erg jammer vinden, want ik kan me herinneren dat bij Pokémon Red en Blue dat ook zo was. Dan kon je alleen Pokémon krijgen door te traden met een andere speler die een andere versie had. Als jij Blue had, moest je een rode speler hadden voor bijvoorbeeld een Ekans en dan weet ik een Sandshrew. En dat vind ik jammer, want ik wil ze eigenlijk alle 150 gewoon legit kunnen vinden. Heel erg veel moeite ervoor doen, heel erg veel tijd erin steken, maar dan wil ik ze allemaal wel kunnen krijgen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Dat Articuno, Moltres en misschien ook Zapdos nu al in de game zitten. Of is het allemaal één grote hoax? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik natuurlijk hoop dat hij hier in de buurt een keer rond komt fladderen. Want dan ga ik hem pakken. Ik heb er nu al heel erg veel zin in. Het zou een perfecte aanwinst zijn. Een prachtige Moltres natuurlijk. Een prachtige Team Valor. Oh, dat zat vast heel erg mooi op de thumbnail. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze korte video. Ik moest hier even een video over maken zodra ik het gehoord had. Vergeet niet even een like achter te laten. Abonneer op DDG voor nieuwe Pokémon Go video's. En nog veel meer. En tot de volgende keer. Later.